Het leger des Heils Suriname heeft vandaag het startsein gegeven voor haar jaarlijkse kerstpottenactie. De inzameling van gelden ten behoeve van kerstpakketten van minder bedeelden, personen met een handicap en senioren burgers wordt dit jaar voor de 94ste keer gehouden. De inzamelingsactie duurt tot en met 22 december. Het startsein is gegeven op het KKF-beursterrein, waar er ook gebeden en gezongen is. Voorzitter van de adviesraad van het Leger des Heils, Nancy de Ramdami, vertelt meer over dit initiatief. 94 jaar doet het Leger des Heils al, maar veel korter. Wij zijn er als eerste mee begonnen. Ik zeg nu wij. Wij zijn er als eerste mee begonnen, maar veel korter doen anderen dat ook. En dat mag, dat moet. Mensen moeten geholpen worden van alle kanten, zeker met kerst. Zeker met kerst moet niemand overgeslagen worden. Het is goed dus dat steeds meer mensen zich inzetten voor zij die niet meer hebben, niet meer kunnen. Vooral tijdens kersttijd. Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn. De concurrentie maakt dat de output van een organisatie als het Leger des Heils verzwakt. Het Leger des Heils is in mensenjaren, misschien in uw ogen bejaard, oud. Haar manieren misschien, ja, elk jaar weer zijn we hier. Het lijkt een soort riedeltje. Militair kapel is er ook elk jaar. Maar niet, daarom zijn we afgeschreven. We zijn springlevend. We zijn een organisatie, niet een zieke organisatie. We zijn een organisatie, een toekomstgerichte organisatie. Die alle challenges in de afgelopen 90 jaar heeft overwonnen. En dat nog vele jaren na onze dood zal door blijven gaan. De Ramdami zegt dat het Leger des Heils, ondanks de concurrentie, zichzelf staande heeft weten te houden vanwege de betrouwbaarheid en de duurzaamheid die het kerkgenootschap steeds aan de gemeenschap heeft gegeven. Nogmaals, vanwege de sociaal-economische situatie is de organisatie misschien verzwakt. En er zijn nu competitors, anderen die kerstinzamelingen doen. Dat mag, dat moet. Maar vergeet u niet. Vergeet u niet, deze organisatie, dat als u geld geeft, wanneer u geld geeft, dat het terechtkomt waar we zeggen dat het terechtkomt. Bij de mensen die het echt het hardst nodig hebben. En ik ben ook trots, ik ben nu, ik maar een paar jaar hier alleen hier staan, maar ik heb in de adviesraad gezeten met klinkende namen van belangrijke Surinamers. Zoals Frank Doelwijk en Ben Halfheid en John Krishnadat, Meryl Zeefuik. Het Leger des Heils is altijd op zoek naar mensen, en daarbij doe ik dus nu een oproep, die zonder aanzien des geloofs overtuiging, de doelen van onze organisatie kunnen helpen realiseren. Tot zover de voorzitter van de adviesraad van het Leger des Heils, Nancy de Ramdami. Vandaag bij het startsein van de jaarlijkse kerstpottenactie van het Leger des Heils op het KKF-beursterrein. Ook in Nikeri wordt komende zaterdag het startsein gegeven van deze actie.